woon in Tagui. Ik ben 20 jaar en ik woon in Sint-Truiden. Ik studeer nog. Ik ga dit jaar naar de hogeschool. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan mijn middelbaar. Ik heb onthaal en public relations gedaan. En toen ben ik een jaar in Luik gaan studeren om mijn Frans wat bij te schaven. En nu moet ik een richting kiezen om in de hogeschool te gaan studeren. Ik denk eraan om iets met communicatie of met talen te gaan studeren. Het liefst van al zou ik stewardess worden in een vliegtuig. Maar er zijn bepaalde dingen die niet voldoen om dat te doen. Maar ik werk eraan en dat is mijn droom. Dat zou ik heel graag willen. Bijvoorbeeld mijn lengte, mijn grootte. Ik ben een beetje te klein. Maar ik ga proberen om toch een oplossing te zoeken daarvoor. Mijn ouders hadden toen besloten om een nieuwe start te maken samen met mijn mama en mijn papa. En ze wouden een nieuw avontuur tegemoet. En toen hebben ze besloten om naar België te komen. Vermits ze hier al wat kennis hadden en ze wisten hoe het hier allemaal werkte en zo, hebben ze besloten om naar België te komen. Ik denk, ik was toen nog heel jong en we groeien op met ook de cultuur, de Belgische cultuur en zo en onze vrienden en zo. Dus voor mij persoonlijk is dat niet zo raar, maar ik snap wel dat dat voor mensen heel raar is als zij op een grotere leeftijd naar België komen. Zoals ik al zei, ik ben al 13 jaar in België en ik woon in Sint-Truiden, een kleine stad. En, het is niet dat er heel veel Armeense mensen zijn daar en dat ik ze ook allemaal ken. Maar ik wou eigenlijk de Armeense cultuur ook wat beter leren kennen en nieuwe Armeense mensen leren kennen, waarom niet vriendschappen sluiten en zo. Dus het leek me wel interessant om. Waar ik naar uitkijk zijn vooral de repetities, om te werken naar de finale toe te werken. Vooral omdat we dan ook met alle meisjes samen gaan zijn en dat we dan dingen samen gaan bijleren en zo. Dus daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Ja, dat is toch wel. Ik denk veel meisjes willen toch dat ze later gaan trouwen en een gezin hebben en zo. Dus ja. Ja, en bij daarmee is het ook vaak dat ze een heel groot trouwfeest en zo doen. Voor mij hoeft het niet per se heel groot te zijn. Ik hou ook wel van iets kleins en in teams met familie en vrienden en zo. Dus ja. Twee. Het liefst een meisje en een jongen. Maar op zich twee, drie. Ik ben thuis ook met drie. Ik heb één broer en een zus. En wij zijn met drie en dat gaat heel goed. Dus waarom niet? Ik wil heel graag in een ander land gaan wonen. Reizen. Met mijn familie zou ik heel graag willen doen. Maar Sint-Truiden is ook een hele leuke plaats, een heel gezellige plaats om te wonen. Dus waarom niet? Nice in Frankrijk. Zou ik heel graag, ben ik een keertje geweest en dat was echt super. Vond ik echt heel leuk. Daar hadden ze heel veel natuur en de zee en zo. Alles was dicht aan de zee. En het was heel mooi. En ook het weer en zo was echt super. Favoriete kledij? Een shortje met een pofbloesje, groen. Omdat ik ook heel veel van de natuur hou. En van kleins af aan is eigenlijk ook mijn lievelingskleur geweest. En ook om de natuur en zo vind ik heel mooi. Favoriete eten? Ik eet heel graag pizza, spaghetti, frietjes en zo. Maar het liefst van al eet ik toch wel graag de soep borscht. Dat is een Armeense soep van mijn mama. Zij maakt dat dan. Dat is mijn lievelingseten. mijn mama zegt altijd dat ik moet opletten zodat ik dat zelf ook kan maken later. Maar ik heb niet zo goed opgelet. Dus mijn beste eigenschap is eigenlijk dat ik heel geduldig ben. Ik probeer altijd ook de mensen die tegenover mij staan, de persoon met wie ik praat of omga, probeer ik hun te begrijpen. En dat gebeurt ook door heel geduldig te zijn. En, een enorme bewondering. Mijn oma. Zij is ondertussen gestorven, maar ik kijk heel veel op naar hoe zij vroeger was, hoe zij leefde en hoe zij gewoon was als persoon ook. Dus ja. Zij was een hele lieve, een hele rustige vrouw. Terwijl ze eigenlijk heel veel dingen had meegemaakt in Armenië, want ze heeft in Armenië gewoond. En dan is ze een paar jaartjes hier geweest en heb ik haar kunnen leren kennen.
Dus nadat ze, ja, ze, ook al had ze heel veel dingen meegemaakt, goede en slechte dingen, ze bleef toch nog een hele lieve vrouw met haar hart op de juiste plek.